22 maart 2016 is een gitzwarte dag. Voor ons land, voor onze hoofdstad, voor heel Europa. De terreur heeft ons gruwelijk hard getroffen vandaag. Zware aanslag. De nationale luchthaven in Zaventem. Dit zijn de slaan. 14 doden en 81 gewonden. 31 doden gevallen. Terroristen. 250. Terreurorganisatie IS. Metro in Maalbeek, of wat was het, Maalbeek? Ja, station Maalbeek, dat is opgeblazen. Ja, totale ravage, alles kapot. Wat kan ik erop zeggen? Dat is schokkend, hè? Dat gaat een beetje rillingen door mijn lichaam. Ik heb er altijd heel lang mee gelachen, want het gaat ooit wel eens een keer hier gebeuren, maar dat was zo wat weglachen en dan komt dat effectief eraan en dan is dat wel even schrikken en een beetje geschokkeerd zijn van wow, het is nu wel echt gebeurd. Ja, het komt niet als een verrassing, het zit eraan te komen, maar het is natuurlijk altijd, ja, ik hoor het nog altijd niet graag. Ik was dat gisteren nog aan het zeggen tegen mijn vriendinnen dat dat zo wel aangekondigd was en dat de kans wel heel groot was dat dat echt zou gebeuren, maar ik weet niet, ergens hoopte ik toch dat echt, ja, dat ze dat gingen kunnen voorkomen. Wel, dat zijn de daders, hè. De daders van de gruwelijke feiten van gisteren. Hè. Ja, ze zijn koelbloedig, zelfzeker. Een ambetant gevoel van alleen mannen, waar zijn ze mee bezig? Oh, ja, ik zou kunnen beginnen schelden en doen, want ja, ik kan er niet naar kijken naar die twee vinten, dat is af drie vinten, dat is verschrikkelijk. Ja, gewoon. Allee, voor wat bestaan ze eigenlijk? Als dat de gasten zijn die het gedaan hebben, waarom komen die op de voorpagina? Die gasten zijn niks waard. Die zijn verkleed als toeristen en ik vind dat heel grillig, omdat je anders, je zou die er niet kunnen uithalen en nu zeker niet, omdat die zo opgaan in de massa. Ik denk dat in heel Europa en altijd de mogelijkheid is tot een aanslag. Je moet daar heel realistisch in zijn. Dus ik zou zeggen dat dat eigenlijk wel de bedoeling is van IS of van de terroristen, om de mensen puur bang te maken, dat mensen eigenlijk schrik gaan hebben van elkaar. Ik vind dat op zich niet slecht dat er politie en leger rondloopt in Antwerpen, maar langs de andere kant denk ik ook dat als er iemand is met een bom, dat ze er eigenlijk niet heel veel tegen kunnen doen. Twee politieagenten, meer of minder, die gaan misschien verdachte mensen er misschien rapper uit kunnen halen, maar voor hetzelfde geld. Uiteindelijk is het toch gelukt, hè? Toch was er overal beveiliging. Het moet eigenlijk een veilig gevoel creëren, maar het geeft tegelijkertijd ook een onveilig gevoel, omdat je weet van er kan precies elk moment iets gebeuren. Wie willen mensen dat de wapens in handen hebben? Terroristen of mensen met goede bedoelingen? Ja, veiligheid, dat zit in je hoofd. Er is nooit echt complete veiligheid, dat kun je niet garanderen. En eerlijk gezegd, zo die geweren, hè, daar word ik triestig van. Ja, nee, ik vind dat echt absoluut geen juiste reactie om nu racistisch te zijn tegenover moslims. Nee, ik niet. Nee, echt niet. Dat helpt ook niet. Maar ik merk onbewust dat ik sinds de aanslagen, als ik op de tram of de metro zit of op de bus, dat je toch denkt van, oh, die ziet er wat verdacht uit. Zou die nu niet iets aan plan zijn? Terwijl je dat eigenlijk ook niet mag denken. Dat heeft helemaal niks met moslim te maken. Dat is gewoon hypocriet, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon, ja, domheid. In één woord, domheid.